Goedendag en leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van het ROC Magazine. Een programma gemaakt door tweedejaars studenten van het ROC Midden-Nederland in Utrecht. Ik heb deze aflevering weer 8 nieuwe gasten. Die zijn allemaal van hun eigen studie stage gaan lopen in Afrika. En Afrika is ook het thema van deze uitzending. Om te beginnen zit ik hier met Anne en Maaike. Jullie komen van Zorg en Welzijn College. Vertel eens even kort wat jullie opleiding ongeveer inhoudt. Nou, wij doen alle twee de opleiding onderwijsassistenten. Dat is een van de opleidingen die ze geven in zorg en welzijn in Amersfoort. Wij gaan daar het eerste jaar 4 dagen naar school en 1 dag zitten op stage. En nu in het tweede jaar hebben we 4 dagen stage en gaan we 1 dag naar school. Nou, eigenlijk leer je daar gewoon het lesgeven en hoe ga je om met kinderen, hoe pak je dingen aan als een kind problemen heeft, zijn er problemen thuis. Eigenlijk alle dingen die je... Dus je leert ook gewoon met kinderen omgaan in de klas? Ja, inderdaad. Oké. En jullie hebben stage gelopen in Afrika? Ja. Waar in Afrika zijn jullie geweest? Ik ben in Nieuw-Oudtshoorn geweest, een klein dorpje 350 kilometer ten noorden van Kaapstad. En dat is echt in the middle of nowhere, dus er was helemaal niks. Arme omgeving, kinderen met arme kinderen. En jullie hebben los van elkaar stage gelopen? Dus jullie hebben niet... Nee, ik zat in Montaki, dat is 80 kilometer vanaf Kaapstad, dus wel een iets groter plekje. Grote verschillen tussen arme en rijke mensen. Het ene deel is, kan je gewoon heel goed zien dat het heel erg arm is. En het andere deel, gewoon grote huizen, rijke mensen, blank en zwart heel erg. Kleurlingen. Dus jullie hebben les gegeven aan de kinderen daar? Ja, klopt. En wat voor les heb jij gegeven? Ja, ik heb eigenlijk voornamelijk de muzieklessen om me genomen. Er was daar niemand die muzieklessen kon geven. En eigenlijk kan ik zelf 2 instrumenten bespelen, dwarsfluit en blokfluit. En toen hebben ze daar 55 blokfluiten gekregen. En toen hebben ze gevraagd of ik die lessen wil gaan geven. En waar kwamen die blokfluiten vandaan? De stichting African is een organisatie in Nederland die hulp biedt aan scholen om onderwijsprojecten te geven. Dus bijvoorbeeld voor kunst of muziek of... En daardoor heeft die school die gekregen, omdat ze gewoon graag een orkest wilden opbouwen. Dus eind 2014 is de bedoeling dat er een nieuw orkest staat met een viool, drum, van alles. Oké, en dus om te beginnen bij de blokfluit. Ja. En wij hebben een filmpje van de blokfluitlessen van Maaike. En daar gaan we even naar kijken. Dat was de blokfluitles van Maaike in Afrika. Anna heeft zelf ook les gegeven in Afrika voor stage. Klopt. Wat voor les heb jij gegeven? Ik heb vooral creatieve lessen gegeven. In de plekken waar ik was hadden ze totaal geen creatieve spullen. En die hebben wij meegenomen vanuit de opleiding, maar ook vanuit thuis en vanuit mijn vorige stage in Nederland. En toen hebben we die meegenomen en hebben we daar veel mee gedaan. Dus dan moet je denken aan crêpepapier en groot kartonnen papier, wat ze daar gewoon echt niet kennen. En dan opeens in hun handen krijgen en wat mee moeten. En wat me heel erg opviel toen was dat ze echt super creatief zijn. Ze hebben hele mooie dingen gemaakt. Ze hebben goed gevoel voor kleur bij elkaar. En het is echt heel leuk hoe ze daarmee losgaan en mooie dingen maken. En hoe groot waren die klassen waar je les aan gaf? 40 tot 50 kinderen. En is dat dan ook de hele school? Of heb je gewoon echt meerdere lokalen net als wat wij gewend zijn? Ja, je hebt meerdere lokalen. Je hebt ook meerdere groepen. Je hebt een onderbouw, een middenbouw, een bovenbouw.
En ik heb eigenlijk in elke groep wel les gegeven, omdat ik het leuk vond om overal te kijken en overal les te geven. En is omgaan met die kinderen daar, is dat nou echt anders dan hier? Want je hebt wel in het Nederlands les gegeven, begreep ik? Ja, klopt. Afrikaans lijkt heel erg op Nederlands. We hebben heel veel woorden die eigenlijk bijna hetzelfde, bijna hetzelfde uitspreekt, maar soms een andere klank. Dus als ik rustig aan Nederlands praatte en duidelijk articuleerde, konden ze me goed verstaan. Oké, dat is mooi. Van Anna hebben wij ook een filmpje van haar lessen. Daar willen we nu graag naar kijken. Welkom in de studio. Jullie komen van de Nederlandse Popacademie. Ik heb al eerder gasten van de Nederlandse Popacademie gehad. Maar willen jullie voor de kijkers thuis nog snel een keertje uitleggen wat deze opleiding, hoe die zich vormt? Hoe je, krijg je gewoon les net als hier of is het gewoon een hele andere opleiding? Nou, je krijgt verschillende lessen natuurlijk. Het heeft heel veel met muziek te maken, popgeschiedenis. Muziekgeschiedenis, wat is eigenlijk, hoe is het ontstaan? Wat is eigenlijk populair, wat is niet populair? En zoals hier hebben jullie gewoon vakken en wij hebben het daar ook. We zijn natuurlijk heel veel bezig met muziek. Maar alsnog hebben we wel heel veel dingen en het is hartstikke leuk om te doen als het heel vak is. Dat klinkt goed. En jullie hebben ook iets voorbereid voor vanavond, als het goed is. Jullie hebben twee nummers ingestudeerd. En zijn het eigen geschreven nummers voor jullie? Oké, ik ben benieuwd. Verder zijn jullie ook naar Afrika geweest? Ja. Net als de rest. Wat hebben jullie daar gedaan? We hebben meegeholpen aan het tweede millenniumdoel. Dat betekent basisonderwijs ter wereld. En dat hebben we gedaan door middel van workshops geven aan lokale studenten van 6 tot 16 of van 20 tot 25 jaar. Oké. En jullie zijn daar, hoe lang zijn jullie daar geweest? 16 dagen. Zeker. En was dat ook een complete stage, zeg maar? Heb je dan ook je stage afgerond? Of was het een deel van, want 16 dagen is niet een hele lange stage. Ja, stage bij ons werkt anders. Optredens, studiowerk en liedjes opnemen, dat is bij ons stage. Dus het was eigenlijk een, het was meer een reis voor je, eigenlijk voor je carrière, voor je zicht, dan eigenlijk een stage. Oké. En in Afrika, wat was daar ongeveer, wat was daar de leeftijdsgroep van de leerlingen die jullie daar lesgegeven hebben? Van 6 tot 12 waarschijnlijk. En van 20 tot 26. Dus dat is echt basisschool? Ja, wat heel divers is, maar wel heel leuk om te doen. Ja. Dus als jullie, is dit voor herhaling vatbaar? Een stage in het buitenland lopen? Zou jullie dat nog kunnen doen? Is dat te verkiezen over een stage een paar steden verderop? Ja. Oké. Wij hebben voor jullie ook wat foto's, die hebben jullie zelf gemaakt. daar gaan we nu even naar kijken.